Het belangrijkste voor fietsen en vooruitgaan op een vlakke weg is aerodynamica. En daarbij gaat het vooral om je houding. Dus die wil je beïnvloeden. Daarvoor was ik eigenlijk ontzettend op zoek naar een stuur met een lange reach. Maar deze mannen van Spico die wilden het wel doen. En samen hebben we dit ontworpen om zo aerodynamisch mogelijk op de fiets te zitten en dus ook sneller te zijn. Ik ben Jules, dit is Noah, wij zijn samen van Spico. We hebben dit stuur, de Spico ABB, hebben wij samen ontwikkeld voor Jan-Willem van Zweden. Een carbon monocoque heet dat, dus het is een holle constructie. Je hebt alleen een carbon buitenlaag en de bevestiging, de klemming op je voorvork is een gefreesd aluminium onderdeel. Dus ik heb een parametrisch ontwerp. Daar voeren we een paar maten in, breedte van de shifters, reach. De stuurpen blijft altijd eigenlijk 70 mm, omdat we dat verschil willen vooral in je reach opvangen. En daarmee genereer ik eigenlijk de mallen, die kunnen we hier 3D printen. En vervolgens gaat Jules aan de slag met carbon om er een carbon uitproduct van te maken. Ja, we hebben het ontworpen omdat heel veel jongens liggen ook met een pols op een stuur. En dan heb je niks vast, dus dat is een onveilige positie. En daarom wilden we eigenlijk het stuur zo maken dat je in die aerodynamische positie meer ondersteuning krijgt. Dus we hebben de vooruitstekende delen hebben we hol gemaakt, zodat die mooi aansluit bij je onderarmen. Ja, je ontlastend daarmee natuurlijk ook gewoon je schouders als je veel meer een hefboom hebt op alleen je polsen. Maar zelfs in het peloton is het gewoon veilig omdat het precies dezelfde shifterpositie zijn. Dus je hoeft niet ergens anders in te gaan zitten, het stuurt niet anders, want je hefboom is precies hetzelfde in opzicht van je vork. Het is qua on-top-positie hetzelfde als een ander stuur, maar als je onderin gaat zitten of als je gaat liggen is het zoveel logischer. De winst van dit stuur zit vooral in de reach. Dus op het moment dat omdat dit stuk langer is en je elleboog zit hierop, is de hefboom tussen dit punt en dat punt is groter. Terwijl op het moment dat jij een kort stuur hebt en je hebt het hier vast, dan heb je helemaal geen stabiliteit. En dat is de grootste winst. De grootste winst zit hem in dat het een stuur is met een lange reach. Elke moderne racefiets heeft een fietscomputer. Gewoon wel een Garmin, noem het maar op. Maar toch wordt het elke keer een beetje los gezien en los ontworpen en het plakt er later maar bij. We hebben besloten dat niet te doen, maar om samen met Wahoo eigenlijk een mount te ontwerpen die zo dicht mogelijk op de stuurpan zit en ook gewoon volledig vlak is met je Wahoo. Omdat je hem dan niet meer kan draaien, zoals dat je normaal met een Wahoo doet, heb je onder een klein knopje, die klik je open en dan kan je zo je Wahoo eruit halen. Doordat die ondersteuning is, doordat het zo goed in elkaar zit, is dat veel makkelijker. Dus je gaat gewoon liggen, je hoeft nergens over na te denken. Je kunt gewoon heel hard afzien en je houdt die houding aan. Terwijl hiervoor moest ik gewoon echt me concentreren tot op mijn... Alles moest ik hebben en als ik echt diep aan het gaan was, moest ik openpakken en dus mijn aerodynamische houding eigenlijk breken. En dat is dus niet meer nodig. En dat maakt me dus sneller.